Er zijn momenten geweest dat ik me afvroeg, ben ik nou de held omdat ik doorga waar anderen stoppen? Of ben ik de sukkel omdat ik blijf trekken aan een dood paard en er ook nog eens heel goed in ben om anderen te motiveren om mee te trekken? Nou, bij ons is het goed gekomen. Mijn naam is Sito Hamminga en welkom bij Robin Radar Systems. Wij maken radarsystemen voor het detecteren van kleine doelen. En dat uitzicht in vogelradars en drone-detectieradars. En niet iedereen weet dat, maar vogels en vliegtuigen mixen eigenlijk vrij slecht. Het kan dus gebeuren dat een vogel in de motor komt. En in het geval van gevechtsvliegtuigen kan dat ertoe leiden dat het toestel neerstort. Waar wij voor zorgen met dit radar is dat airports, dat luchthavens, continu inzicht hebben in waar de vogels vliegen, zodat ze vroegtijdig kunnen ingrijpen. Maar dat ze ook beter begrip krijgen van hoe het probleem eigenlijk is. Waar zitten de vogels? Waar gaan ze naartoe? Wanneer is het een probleem en wat kunnen we er dus aan doen? Die vogelradars worden niet alleen gebruikt in de luchtvaart, maar ook in windmolenparken. En dan is het niet om de turbines te beschermen, maar om de vogels te beschermen. Een van onze klanten is Rijkswaterstaat, die de radars dus ook toepast op al die grote parken in de Noordzee. Dus dan is het fantastisch om zo'n referentie te hebben. Ons nieuwste radar is Max, dat is een beetje de Rolls Royce in onze portefeuille. Nu hebben we hoogteinformatie van alle doelen rondom, tot op 13 kilometer ver weg. En hij draait ook nog eens met 60 rondjes per minuut. En dat betekent dat we iedere seconde een update hebben en dus een prachtig beeld krijgen van hoe de vogels vliegen. Bij innovatie gaat de kosten voor de baten uit. En dat kun je niet altijd zelf bekostigen. Wij hebben gebruik gemaakt van innovatiekrediet. En dat heeft ons geholpen om de investeerders ook over de streep te trekken. Dus het is een combinatie geweest van investeerders en innovatiekrediet. En dat heeft ons in staat gesteld om zo'n langetermijn innovatie te kunnen doen. En inmiddels hebben we innovatiekrediet afbetaald. En kunnen dus ook andere bedrijven weer van hetzelfde geld eigenlijk gebruik maken. Onze droom is om ook buiten Europa te gaan verkopen. Daar zijn we inmiddels ook al mee gestart. We gaan naar een nieuw pand waarbij we de productiefaciliteit en ons huidige kantoor weer samenbrengen. En weer ruimte is om te groeien. Dus ik zie met bijzonder veel vertrouwen en enthousiasme uit naar de toekomst.